Halleluja, prijs de naam van Jezus. Praise God. We're going to start with the word immediately tonight again. Vanavond gaan we weer meteen met het woord beginnen. Let's have a word of prayer. Laten we een woord van gebed. Father, we call upon you. Vader, we roepen u aan. We call upon you, Holy Spirit. We roepen u aan, Heilige Geest. We recognize that you are the author of the entire word of God. We beseffen ons dat u de schrijver van de hele van het hele woord van God bent. And you are the teacher of it. En u bent de leraar ervan. And you will always teach the word to those who are hungry and thirsty for your word. Je zult het woord altijd onderwijzen aan hen die daarnaar hongeren en dorsten. Oh, Father, I pray. Vader, ik bid. That we will hunger and thirst more after your presence. Dat we meer hongeren en dorsten naar uw tegenwoordigheid. Because you show your presence in so many areas throughout your word. Want u laat uw aanwezigheid zien op zoveel terreinen in uw woord. You show what man is without it. U laat ook zien wat de mens zonder uw aanwezigheid you is. You show how sin causes your presence to leave. U laat zien hoe door de zonde uw aanwezigheid vertrekt. You show how man can get it back. U laat ook zien hoe de mens dat weer kan terugkrijgen. But sad to say. Maar jammer genoeg. There is a big danger of losing your presence. Is er een groot gevaar om uw tegenwoordigheid te verliezen. And we do not want that to happen to us. En we willen niet dat ons dat overkomt. I'm going to start tonight in Genesis chapter 21, please. Vanavond begin ik in Genesis 21, alsjeblieft. Ja. Yeah. We're talking about the manifested presence of God. We hebben het over de gemanifesteerde tegenwoordigheid van God. We are not talking about the presence that every unbeliever and every sinner says God is everywhere. We hebben het niet over die aanwezigheid van God, zoals ook de zonde dat zegt van God is toch overal. Yes, sinners say, why do you go to all these buildings or travel? God is everywhere. Zoals zondaren zeggen, ja, waarom moet je naar die gebouwen of naar verschillende landen reizen? God is toch overal? As I say that, I hope that everybody don't want to turn into scriptures that I'm just quoting. En ik hoop dat iedereen de teksten nu wil opzoeken die ik gewoon even citeer. In Psalm, I'll read it. In Psalm 139. Ik lees het nu toch. Psalm 139. Ja. Yeah. Yeah. Let's look at it. Psalm 139. Psalm 139. I am consumed with the message of the presence of God. Ik ben helemaal vol van de boodschap over de tegenwoordigheid van God. I'm doing my best to bring it over to you tonight. En doe mijn best dat vanavond weer aan jullie over te brengen. It says in Psalm 139. In Psalm 139 staat. Verse 5. Vers 5. You have set me behind and before. You laid your hand upon me. U sluit me in, van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Sixth verse. Such knowledge is too wonderful for me, the psalmist says. It is high. I cannot attain unto it. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, zegt de psalmist. Te hoog, ik kan er niet bij. Watch verse 7 carefully now. En kijk goed naar vers 7. Where shall I go from thy spirit? Or where shall I flee from thy presence? Waar kan ik uw geest ontgaan? En waar uw aangezicht ontvluchten. If I, verse 8, ascend up to heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of leg ik me neer in de hel, zie, u bent daar. Number 9, if I take wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea. Nam ik de vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Let me go back to Genesis now 21. Laat ik nu teruggaan in Genesis 21. Because I love to start at Genesis and work myself through the entire Bible to see this powerful presence of God. Ik vind het fijn om te beginnen bij het begin, zoals nu bij Genesis, en dan door de hele Bijbel te gaan en dan die tegenwoordigheid, dat aangezicht van God zien. Genesis is the beginning. Genesis is het begin. The word Genesis means beginning. Het woord Genesis betekent begin. So we're going to start at the beginning tonight. Dus we beginnen bij het begin vanavond. In Genesis 21 verse 22 we read. In Genesis 21 vers 22 lezen we. It came to pass at that time that Abimelech and Pichol, the chief captain of his host, spoke to Abraham saying, God is with you in all that you do.
En dat gebeurde in die tijd dat Abimelech met Pikol zijn legerbevelhebber tegen Abraham zei: God is met u bij alles wat u doet. Now, please pause here. Sta hier eens even bij stil. Pause here. That a man like Abimelech and this chief captain says to Abraham, Father Abraham, the patriarch of faith, God is with you in all that you do. Laten we hier echt eens even bij stilstaan. Dat deze Abimelech met Pichol, zijn legerbevelhebber, tegen vader Abraham, de aartsvader, dat hij tegen hem zegt: God is bij jou bij alles wat je doet. In everything you do. Bij alles wat je doet. God manifests himself in every area of your life. God openbaart zich op elk gebied van jouw leven. He surrounds you in your circumstances. Hij omringt je in je omstandigheden. That's what God is, the Bible says here. Dat zegt de Bijbel hier. They have to recognize God is with Abraham. Ze moesten erkennen, God is met Abraham. In everything he did. Bij alles wat hij deed. Question to all who listen. En een vraag voor ieder die luistert. Is God with us in everything? Is God met ons bij alles wat wij doen? Paul the Apostle carried such a presence of God on his life. Bij de apostel Paulus was zo'n tegenwoordigheid van God. That he said. Dat hij zei. In the midst of every persecution. Midden in alle vervolging. He says we were at the point of death. Hij zegt we waren op het punt van de dood. That we would not depend on ourselves. Dat we niet op onszelf zouden vertrouwen. But that we depend on God who is able to deliver us even from death. Maar dat we op God zouden vertrouwen. Die in staat is om onszelf te redden van de dood. In every circumstance. In alle omstandigheden. God's presence wants to be there. Wil Gods aanwezigheid erbij zijn. To deliver. Om te verlossen. To guide. Om te leiden. To lead. Om leiding te geven. To comfort. En te troosten. To give peace. Om vrede te geven. By his presence. Met zijn aanwezigheid. Look at Genesis 21 verse 22 one more time please. Kijk nog een keer alsjeblieft naar Genesis 21 vers 22. Father Abraham, God is with you in all that you do. Vader Abraham, God is met u bij alles wat u doet. When you think about Abraham here in chapter 21. Als je nu aan Abraham denkt hier in hoofdstuk 21. Then you need to go back. Dan moet je teruggaan. Where God came upon Abram. Waar God over Abram kwam. In the Ur of Chaldees. In Ur van Chaldeeën. When he was not yet Abraham. Toen nog niet Abraham was. God saw the need. Toen zag God al dat het nodig was. Tower of Babel was built. De toren van Babel was gebouwd. Sin was spreading again. De zonde verspreidde weer. He needed a man. En hij had een man nodig. God chose a man. God koos een man. Way in the Ur of Chaldees. Helemaal in Ur van Chaldeeën. Where it is said that all they did there was idol worship. Waarvan gezegd wordt dat het enige wat ze daar deden was afgoderij. God comes to Abraham with his presence. Maar God komt met zijn aangezicht bij Abraham. And he said, you gotta leave this place. Hij zei, jij moet hier weg. Get out. Je moet deze plaats verlaten. Go. Where you don't even know where you're going. Ga naar een plaats waar je niet eens weet waar je naartoe gaat. And by faith and obedience. En in geloof en gehoorzaamheid. Abram abandoned Ur of Chaldees. Verliet Abraham Ur in Chaldeeën. By faith. Door het geloof. And obedience. En gehoorzaamheid. God started to work on this man. Begon God aan deze man te werken. With his divine presence. Met zijn goddelijke aanwezigheid. And he was obedient. En hij was gehoorzaam. When you read Abram's life. Als je leest over het leven van Abraham. Especially in Genesis 13 and 14. Vooral in Genesis 13 en 14. This man was rich. I'm not reading it. Deze man was rijk. So rich. Zo rijk. Because of his obedience. Vanwege zijn gehoorzaamheid. God made him so rich. Daarom maakte God hem zo rijk. But he did not allow the richness
to hinder, to stifle his relationship with God. Maar hij zorgde dat die rijkdom zijn relatie met God niet hinderde of helemaal in de weg zat. He was sensitive to the presence of God. Hij was heel fijngevoelig voor de aanwezigheid van God. Because he saw how God took him out of the Ur of Chaldees. Want hij had gezien hoe God hem uit Ur in Chaldeeën gehaald had. He saw how God's presence came upon him to leave that ungodly place. Hij zag hoe de aanwezigheid van God over hem kwam om Ur in Chaldeeën te verlaten. And he recognized it is God who made me rich with all the cattle and all this abundance that I have. En hij erkende dat God degene was die hem rijk had gemaakt en hem al dat vee en alles had gegeven. I can't read all these details to you. Ik kan al die details niet voor je lezen. But you read in Genesis 13 and 14. Maar in Genesis 13 en 14 kun je lezen. That as Abraham journeyed and traveled. Dat als Abraham op weg ging. En reisde. He stopped and built altars to call upon God. Dan stond hij altijd elke keer stil en bouwde hij een altaar om God aan te roepen. He was so rich. Hij was heel rijk. But he did not allow that richness. Maar zorgde dat die rijkdom to kill his fellowship with God. Niet zijn relatie met God zou doden. He was abiding in God. Hij bleef in God. Building the altars. Bouwde altaren. Sign of prayer. He, en een teken van gebed. Worship. Van aanbidding. Adoration. He, aanbidding. Dependency on God. En afhankelijk zijn van God. And he went on doing that. En dat is hij blijven doen. And God came in Genesis 15. En God kwam in Genesis 15. And made a covenant with Abraham. En maakte een soorten verbond met Abraham. Like he never did, like he did to no man. Zoals hij nooit met geen mens ooit gedaan had. Read it yourself. God comes down upon the blood sacrifice. En ga het maar lezen zelf. Dan kun je zien hoe God op dat bloedoffer komt. And he spoke his covenant. En sprak zijn verbond uit. Of how he was going to let Israel go down into Egypt in slavery. Over hoe hij Israël zou toestaan dat Israël in Egypte kwam en in slavernij terecht kwam. And he was going to deliver them out of that bondage. Maar dat hij ze uit die slavernij zou verlossen. In Genesis 17. In Genesis 17. God comes to Abram. Komt God bij Abraham. When he was an old man. Toen hij een oude man was. And God said, I am El Shaddai. En God zei tegen hem, ik ben El Shaddai. Walk before me. Wandel voor mijn aangezicht. Be perfect. Wees volmaakt. God touched Abram there. God raakte Abraham daaraan. Change his name. Veranderde zijn naam. Into Abraham. Tot Abraham. God did show them the covenant of circumcision. God liet hem daar het verbond van de besnijdenis zien. Abraham obeyed that. Abraham was gehoorzaam. He obeyed the ritual of circumcision. Hij was gehoorzaam aan dat ritueel van de besnijdenis. So I build a picture for you. Dus ik wil je gewoon nu een beetje een beeld geven. So you can understand Genesis 21 verse 22. Zodat je nu Genesis 21 vers 22 kunt begrijpen. And this position where Abraham was in. In deze positie waarin Abraham nu was. He's facing Abimelech and Pichol, the chief captain of his host. Hij staat hier voor Abimelech en Pichol, zijn legerbevelhebber. And they had to recognize. Die moesten erkennen. How Abram was filled with the presence of God. Vol was van de aanwezigheid van God. In everything that he did. Bij alles wat hij deed. If we are Christians, brother, als wij nu christen zijn. Don't you think that the presence of God will have to be with us in everything we do? Denk je niet dat dan die aanwezigheid van God bij ons moet zijn, met ons moet zijn, bij alles wat we doen? Whether we feel it or not. Of we dat nou voelen of niet. He is there. Hij is er toch. To the obedient. Bij de gehoorzaam. To the holy. Bij degene die heilig zijn. To the clean. En rein. He's there. Bij hen is hij. God is with you in all that you do. God is met je bij alles wat je doet. I'm tempted to talk about Paul. Ik wil bijna over Paulus gaan praten. How many circumstances this man was in.
In hoeveel omstandigheden is die man niet geweest? And a lot of blah 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 about people calling themselves apostles all over the world. En je hoort zoveel blah 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 van weet ik hoeveel mensen die zich allemaal apostel noemen. And when you go into the life of Paul. Als je kijkt naar het leven van Paulus. The loneliness. De eenzaamheid. The persecution. De vervolging. That man went through. Waar die man doorheen gegaan and is. And he kept saying. Maar bleef zeggen. That these things happened to him. Deze dingen zijn hem overkomen. That the life of Jesus. Omdat het leven van Jezus. May be manifested in his mortal body. In zijn sterfelijke lichaam zichtbaar kan worden. He said we face death continuously. Continu zien we de dood in de ogen. Persecution. En worden we vervolgd. Nakedness. Is zijn we naakt. All kinds of dangers. In allerlei gevaar. Beaten. We worden geslagen. With stripes. Met striemen. Hungry. En we hebben honger. En zijn een honger geweest. Without any certain dwelling place. Zonder een plaats waar we konden liggen. As poor yet making many rich. Als arm, toch vele rijk maken. As having nothing. Als niets te hebben. Yet possessing all things. En toch alles te bezitten. He said, we face death. Hij zegt, wij zien de dood in de ogen. Constantly. Continu. That the life also of Jesus. Dat ook het leven van Jezus. May be manifested in our mortal flesh. In ons sterfelijk vlees zichtbaar kan worden. That's the real presence I'm talking about. Dat is die echte aanwezigheid waar ik het over that heb. That we taste it. In the most lowest times. Die we geproefd hebben in de zwaarste tijden. In the most heavier trials. In de zwaarste beproevingen. Let me remind you of Peter the Apostle. Laat me je ook doen denken weer aan Petrus de apostel. I'm not going to turn to these scriptures. Ga deze teksten nu even niet opzoeken. In 1 Peter 4:12. In 1 Petrus 4 vers 12. To 14. 12 tot 14. Peter says. Dan zegt Petrus. Count it not strange, beloved. Je moet het niet vreemd vinden, geliefde. For all the fiery trials that you're going through. Hè? Wanneer je door al die vurige beproevingen heen gaat. But rejoice. Maar verblijd u. For as much as you are partakers of Christ's sufferings. Want in hoeverre u deel hebt aan het lijden van Christus. That when his glory shall be revealed. Omdat wanneer zijn heerlijkheid geopenbaard zal worden. You may be glad. Je blij mag zijn. With exceeding joy. Met uitmuntende vreugde. Mm. Onuitsprekelijk. Count it not strange. Je moet het niet vreemd vinden. Concerning the fiery trial which is to try you. Al die vurige beproevingen, want die zijn om je op de proef te stellen. As though something strange has happened unto you. En doe niet alsof je iets vreemds overkomt. But rejoice. Maar wees blij. For as much as you are partakers. Omdat je deel hebt. Of Christ's suffering. Aan het lijden van Christus. That when his glory shall be revealed. Opdat wanneer zijn heerlijkheid geopenbaard zal worden. You will be glad. Je blij mag zijn. With exceeding joy. Met onuitsprekelijke vreugde. 1 Peter 4. 1 Petrus 4. Verse 14. Vers 14. Listen to it. Luister maar. If you be reproached for the name of Christ. Als je smaad wordt aangedaan om de naam van Jezus. Happy are you. Ben je gelukkig of zalig? If you be reproached for the name of Jesus Christ. Als je smaad of kwaad wordt aangedaan om de naam van Jezus. Peter zegt. Happy are you. Dan ben je gelukzaam. My goodness, people have everything and they can't be happy. Mensen hebben alles en nog zijn ze niet blij. You still have to challenge them to have some joy. Je moet ze toch uitdagen om toch een beetje blijdschap te hebben. With every material things their hands can touch. Met alle materiële dingen die hun handen maar kunnen bevatten. And they can see. En die ze kunnen zien. And still people are depressed. En toch zijn mensen nog depressief. Stressed up. En helemaal gestrest. Oppressed. En staan ze onder grote druk. Frustrated. En zijn ze gefrustreerd. With all kinds of fears. Met allerlei angsten. And here comes Peter the apostle. En hier komt Petrus de apostel. He says, I want to encourage everybody who's suffering. Ik zeg, ik wil iedereen die moet lijden, wil ik bemoedigen. 1 Peter 4. 1 Petrus 4. Verse 14. Vers 14. Listen to it again. Luister nog maar een keer. If you be reproached. Wanneer je smaad wordt aangedaan. For the name of Christ. Om de naam van Christus. Happy are you. Dan ben je gelukkig. For then
then, he says. Want, zegt hij dan. The spirit of glory. Rust de geest van heerlijkheid. And of God. En van God. Is resting upon your life. Op jouw leven. That's the presence and glory of God. Dat is die aanwezigheid en die heerlijkheid van God. Upon those who are reproached for Christ. Over degene die smaad wordt aangedaan om de naam van Christus. Because those who suffer for Jesus. Zij die lijden voor Jezus. Those who God puts the fiery trials on them. Degene die door de vurige beproevingen van God gaan. They are the ones with a strong relationship with God. Dat zijn degene die een sterke relatie met God hebben. They are totally dependent on His presence. Die zijn volkomen afhankelijk van zijn aanwezigheid. The Holy Spirit is leading me to repeat 1 Peter 4:14 again. De Heilige Geest leidt me ertoe 1 Petrus 4 vers 14 weer te herhalen. If you are reproached for the name of Christ. Als je smaad wordt aangedaan om de naam van Christus. Happy are you. Dan ben je blij. Happy. En gelukkig. Happy. Jump and shout. Dan kun je springen en dansen. Leaping for joy. Kun je opspringen van vreugde. Thanking Jesus. En Jezus danken. For the reproach. Vanwege die smaad. For then, he said. Want dan. The spirit of glory. Rust, de geest van heerlijkheid. Not that glory that people have in a building. Niet de heerlijkheid die mensen denken te hebben in een gebouw. When they play music and sing a song like a mantra. Als ze de muziek opzwepen en een lied als een mantra herhalen and en herhalen. En dan zeggen, oh, the glory is here. Dan zeggen, oh, de heerlijkheid van God is hier. Can you feel it? Can you feel it? Voel je het? Voel je het? Do you have your goosebumps out? Oeh, heb je ook kippenvel? Do you feel it? Voel je het? Not that glory. Niet die heerlijkheid. If you be reproached. Als je smaad wordt aangedaan. For the name of Christ. Om de naam van Christus. Dan ben je gelukkig. For then the spirit of glory. Want dan rust de geest van heerlijkheid. All that God has. Alles wat God heeft. All that God is. Alles wat God is. And the spirit of God. En de geest van God. Is resting on you. Op jou. That is the manifested presence of God. Dat is die gemanifesteerde aanwezigheid van God. I remember how when my father passed away. Ik weet nog toen mijn vader overleed. It's quite long ago, but I still remember it like yesterday. Dat is al een narige tijd geleden, maar ik herinner me nog als gisteren. I got to confess. Ik moet belijden. I was strong. I got to testify. Ik was sterk en dat moet ik gewoon getuigen. I was in the middle of preaching. Ik was in het midden van het preken. With a very large schedule. Ik had een heel groot druk schema. And the news came that my dad passed away. En het nieuws kwam dat mijn vader was overleden. I was on the other side of the world. Ik was helemaal aan de andere kant van de wereld. If I tell you that I shed tears. Als ik je zeg dat ik moest huilen. I'm lying. Dan lieg ik. I didn't feel nothing. Ik voelde het niet eens. It was the strength. Dat was de kracht. It was the presence. De aanwezigheid. That strengthened me like that. Waardoor ik sterk kon zijn. I loved my dad. Ik hield van mijn vader. A year after that. En een jaar later. My mom goes. En mijn moeder ging heen. Again, I'm on the other side of the world. Ik was weer aan de andere kant van de wereld. News comes. Nieuws kwam. My dear mama. Mijn lieve mama. Gone. Was heen gegaan. How can I explain that to humans? Hoe kan ik dat aan mensen uitleggen? That I did not feel discouraged. Dat ik me niet ontmoedigd voel. I didn't feel to weep and mourn like those who have no hope. Ik voelde niet dat ik net zo hoefde te huilen en te rouwen als zij die geen hoop hebben. I testify to you. Ik kan getuigen. It is the presence of Jehovah. That helped me in that. Het is de aanwezigheid van Jehovah die me daarbij hielp. And that's why I have been speaking now since the beginning of this year about the presence of God. Daarom spreek ik nu al vanaf het begin van het jaar over die aanwezigheid van God. And I even said we're going to have to seek him like never before. En ik heb ook gezegd dat we moeten zoeken als nooit tevoren. Because God knows what's going to happen now. Want God weet wat er nu weer gaat gebeuren. We got to be people
who was after the presence of God. Wij moeten mensen zijn die die aanwezigheid van God per se willen. Hungry for it. En hongerig naar thirsty zijn. For en, it. En dorsten. Desperate for it. En wanhopig, het wanhopig willen. Crying out to God like David. En roepen tot God, net als David. Cast me not away from your presence, O Lord. Verwerp me niet van uw aanwezigheid, O Heer. Take not your spirit from en me. En neem uw geest niet van mij weg. Restore to me the joy of salvation. Maar geef mij de blijdschap van mijn redding weer terug. I want to go now to Genesis 39. Ik wil nu kijken in Genesis 39. And we're going to look at the presence of God Almighty on the life of Joseph. En we kijken nu naar die aanwezigheid van God in het leven van Jozef. Ja, the manifested presence of God was with Joseph. De gemanifesteerde aanwezigheid van God was bij Jozef. I believe even when his brothers hated him and was jealous at him. Ik geloof zelfs toen zijn broers hem haatten en jaloers op hem waren. That's way back in Genesis 37, of dat course. Is helemaal in Genesis 37. They hated him. Ze haatten hem. They wanted to kill him. Ze wilden hem doden. He ended up in a pit. En hij eindigde in een put. Let me read it. Genesis 37. Kom. Ik zal het gewoon even lezen in Genesis 37. Verse 23, and it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stripped Joseph of his coat of many colors that was on him. Vers 23, en het gebeurde, toen Jozef bij zijn broers gekomen was, dat ze Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg. Because they hated him. Ze haten hem. So bad. Zo erg. Verse 24, it says, they took him and cast him into a pit. And the pit was empty, there was no water in it. In vers 24 staat dat ze namen hem en gooiden hem in de put. De put was leeg, er stond geen water in. They sat down there to eat their bread. En vervolgens gingen ze zitten eten. Verse 25, then they see a company of Ishmaelites coming from Gilead with their camels. And they decided, let's... Judah said in verse 26... En in de vers 25, hè, ze zagen ze een karavaan Ismaëlieten komen. Ze daar zeiden van... Hey, laten we kijken maar in vers 26 nu. Wat ze and nu doen. Judah said unto his brethren, what profit is it if we kill our brother and conceal his blood? In 26 ging Judah tegen zijn broers, wat hebben we er voor baat bij als onze broer doden en zijn bloed vergieten? Come, let us sell him, verse 27, to the Ishmaelites, and let our hand be upon him, for he is our brother, and let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh, and his brethren were content with that. Kom, zeiden ze in vers 27, laten we maar Ismaëlieten verkopen. Laten we niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, zijn eigen vlees. En zijn broers luisterden naar Juda. Look at what I am reading here tonight. Kijk wat ik hier lees vanavond. I'm a preacher, by the way. Ik ben een prediker. So I'm proclaiming a truth. Dus ik verkondig een waarheid. And I call a wake-up call. En ik kom met een opwekkingsroep. I call people to rise. Ik roep mensen op om op te staan. To experience the presence in everything that we do. En te zorgen dat die aanwezigheid van God met ons is in alles wat we doen. In all adversity. Midden in alle tegenstand. In all affliction. Midden in alle benauwdheid. In all the plagues. Midden dus in de plagen. In all distress. He, alle benauwde situaties. In all adversities. Bij alle tegenstand. With sickness or not. Met of zonder ziekte. Whether we feel it or not. Of we het nou voelen of niet. Can you see this? Zie je dit voor je? A man like Joseph. Een man als Jozef. Being sold. Die verkocht wordt. By his own brothers. Door zijn eigen broers. While he has a future. Terwijl hij een toekomst heeft. He has a powerful ministry. Hij heeft een krachtige bediening. He is going to be the supreme ruler over all the land of Egypt. De hoogste heerser van heel het land Egypte. But first. Maar eerst. He is hated. Wordt hij gehaat. They want to kill him first. Ze willen hem eerst doden. And later they change their mind. Later veranderen ze van gedachten. Let's throw him down in the pit. Weet je wat? We gooien hem in een put. He'll die down there. Nee, dan gaat hij daar wel dood. Can you see him in the pit? Zie je dat voor je, hoe hij in die put? Have we ever been in a pit? Zijn wij ooit in een put geweest? With nobody around? Zonder iemand in de buurt om ons te helpen? God was with that man in the pit.
God was met die man in die put. The same thing God came to Daniel in the lion's den. Net zoals God bij Daniel kwam in de leeuwenkuil. The same thing Jesus came in the fire with Shadrach, Abednego and Meshach. Net zo kwam Jezus in die brandende oven bij Shadrach, Meshach en Abednego. And caused that not even their hair didn't burn. Hij zorgde dat zelfs hun haar niet verbrandde. En hier in Genesis 37. Hier in Genesis 37. Verse 28. Vers 28. They passed by Midianites merchantmen and drew and lifted Joseph out of the pit and sold him to the Ishmaelites for 20 pieces of silver. And they brought Joseph into Egypt. He was sold just like Jesus. Toen er de Midianitische kooplieden voorbij kwamen, trokken en deelden ze Jozef uit de put en verkochten ze Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. So, die brachten Jozef naar Egypte. Zie, ook Jezus werd voor 20 zilverlingen verkocht. And that's Joseph's dealings, his circumstances. En zo, dat waren de omstandigheden van Jozef. While he had a powerful dream. Terwijl hij een machtige droom had. He had a destiny. Hij had een bestemming. He had a powerful ministry that God was going to give him. Hij zou een krachtige bediening van God krijgen. But first he has to go through the most serious circumstances in his life. Maar eerst moest hij door de zwaarste omstandigheden van zijn leven. Trial. Beproeving. Pressure. Een grote druk. Now he is sold. Nu wordt hij verkocht. To the Ishmaelites. Aan de Ismaëlieten. And they're bringing him to Egypt. En ze brengen hem naar Egypte. Then we go to Genesis 39 now. Nu kijken we in Genesis 39. We are looking into the manifested presence of God upon the life of Joseph tonight. We kijken vanavond naar de geopenbaarde aanwezigheid van God in het leven van Jozef. A lot of people preach and teach people we have to escape everything. Heel veel predikers leren aan de mensen vandaag de dag dat wij overal aan kunnen ontkomen. By our faith. Als je maar geloof hebt. You don't have to suffer. Dan hoef je niet te lijden. You don't have to go through all that. Je hoeft daar niet allemaal doorheen. We are children of the living God. We zijn kinderen van de levende God. Jesus died to give us life and life more abundantly. Jezus is gestorven om ons leven te geven en leven in overvloed. Let me shut them down. Laat me dat gewoon afbreken. Peter zegt. If you are reproached for the name of Christ. Als je smaad wordt aangedaan om de naam van Jezus. Happy are you. Dan ben je gelukzalig. For then the spirit of glory. Want dan rust de geest van heerlijkheid. And of God. En van God. Is resting on your life. Op jouw leven. He said on their part. Hij zei wat hun betreft. He is blasphemed. Wordt hij gelasterd. On your part. Maar wat jullie betreft. He is glorified. Wordt hij verheerlijkt. We cannot preach those things. We kunnen die dingen niet preken. We need to look into the word. We moeten in het woord kijken. And see what God says. En zien wat God zegt. How his divine presence manifests himself throughout the Bible. Hoe hij zijn goddelijke aanwezigheid laat zien in de hele Bijbel. In Genesis 39 now. Nu hier in Genesis 39. Verse 1. Vers 1. Joseph was brought down to Egypt and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought Joseph by the hands of the Ishmaelites, which brought him down there. Joseph was dus naar Egypte gebracht. Potiphar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. Now he's sold. Nu wordt hij weer verkocht. And look at verse 2. En kijk naar vers 2. Let's set the record straight. Laten we de dingen even goed in orde zetten. God is with us. God is met ons. God wants to be with us. God wil met ons zijn. With his manifested presence. Met zijn geopenbaarde aanwezigheid. In everything that we do. Bij al
alles wat we doen. In every situation. In elke situatie. In every adversity. Bij elke tegenstand. In all the problems. Met alle problemen. And afflictions. En alle verdrukkingen. Etcetera, etcetera. Enzovoort. Let me tell you again about Abram, something that I forgot to say. Laat me nog even iets zeggen over Abraham, wat ik nog niet gezegd had. We read about him in Genesis 21-22, a while ago. We lazen straks over hem in Genesis 21 en 22. That Abimelech and this captain said, God is with you in everything that you do. Dat Abimelech en die legerbevelhebber tegen hem over Abraham zeiden, God is met jou bij alles wat je doet. I forgot to mention the things that Abraham did wrong. Ik vergat erbij te zeggen wat Abraham verkeerd gedaan had. He lied about his wife. Hij had gelogen over zijn vrouw. That she is his sister. En ze had gezegd dat zij zijn zus was. He did it twice. En dat deed hij twee keer toe. And God even brought judgment on those who he lied to about his wife. En God kwam met zijn oordeel over degene tegen wie hij gelogen had over zijn vrouw. And then when they realized that it was true that the man is his wife, then God brought healing, the first healing actually in the Old Testament. The woman was his wife. Yeah, the woman was his wife. You know. Yeah. So, but. And weet je, en ze brachten het, ze kwamen erachter dat hij gelogen had en dat die vrouw inderdaad zijn vrouw was. En still in Genesis 22, the Bible says God is with you in everything you do. En toch, dus ze erkennen, die man heeft gekomen erachter, hij heeft gelogen, en toch zeggen ze, God is met jou bij alles wat je doet. He is with you in everything you do. Hij is bij alles wat je doet. So even in our failures. Zelfs in ons falen. In our weakest moment. In onze zwakste momenten. God wants to be with us. Wil God met ons zijn. In Genesis 39 verse 2 says. In Genesis 39 vers 2. The Lord was with Joseph. Daar staat, de Heere was met Jozef. As he sold to be a slave. Terwijl hij verkocht wordt als slaaf. The Lord was with Joseph. De Heere was met Jozef. My King James Bible says. In mijn Bijbel staat. And he was a prosperous man. Zodat hij een voorspoedig man was. And he was in the house of his master, the Egyptian. En hij bleef in het huis van zijn heer, zijn meester, de Egyptenaar. So a slave. Dus een slaaf. Is in prosperity. Is in voorspoed. A slave. Een slaaf. He had nothing. Hij had helemaal niks. He's bound. Hij is gebonden. To serve as a slave. Hij moet dienen als een slaaf. But the Lord. Maar de Heer was with Joseph. Was met Jozef. That's the presence of God. Dat is die aanwezigheid van God. In this circumstance. In deze omstandigheden. He was a prosperous man. Hij was een voorspoedig man. I have never heard no prosperity preacher mention this. Ik heb nog nooit een van die voorspoedpredikers die leert dat je rijk moet worden enzovoort. Heb ik nooit dit horen noemen. I have never heard it. Ik heb ze nog nooit deze tekst horen gebruiken. All those who want to drive Rolls Royce. Al die mensen die in een Rolls Royce willen rijden. And you have to go in the first class in the plane. En je moet eerste klas reizen in het vliegtuig. And you got to charge people so much money to hear you preach. En je moet de mensen heel veel geld vragen als ze naar je willen komen luisteren. And people have to pay to hear those people preach. Mensen moeten ervoor betalen. Talen om die mensen te horen preken. And here is a Joseph. Hier heb je een Jozef. Type of Jesus. Een type van Jezus. Type of a Christian. Type van een christen. Type of the church. Type van de gemeente. God allowed this man to go to be a slave. God stond toe dat deze man een slaaf werd. And God comes with his presence upon him. En God komt met zijn aanwezigheid over hem. And God says, you are a prosperous man. En God zegt, jij bent een voorspoedige man. Verse 3 says. In vers 3 staat. And his master saw it. Zijn heer zag het. That the Lord was with Joseph. Dat de Heere met Jozef was. The master sees it. De meester ziet het. And that the Lord
made all that Joseph did to prosper in his hand. En dat de Heere alles wat Jozef deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen. This is what the presence of God does. Dit is namelijk wat gebeurt door die aanwezigheid van God. That money cannot buy it. Wat niet met geld te koop is. Material things cannot be equal to it. Materiële dingen kunnen hier niet aan tippen. The presence of God is the greatest power in all the world. De aanwezigheid van God is de grootste macht van de wereld. Oh, Jesus, help me. Verse 4. Vers 4. And Joseph found grace in the sight of the master. En Jozef vond genade in de ogen van zijn meester. He served the master. Hij diende de meester. And the master, what does the master do? En de meester, wat doet hij? Makes Joseph overseer over his house. Stelt Jozef aan over alles van zijn huis. And all that the master put in Joseph's hand. En alles wat de Heer in Jozef in handen gaf. That's the presence. Dat is die aanwezigheid. And the glory. En de heerlijkheid. Of God. Van God. That is resting upon Joseph's life. Die op Jozefs leven rust. Peter zegt. In 1 Peter 4. In 1 Petrus 4. Especially verse 14. Vooral vers 14. If you be reproached, als je smaad wordt aangedaan, for the name of Christ, om de naam van Christus, happy are you, zalig ben je, for then the spirit of glory, want, and of God, de geest van heerlijkheid en van God, is resting upon your life, rust het dan over jouw leven. This is what Joseph had, en dat had Joseph, as a slave, als een slaaf, in the house of his master. In het huis van zijn meester. The Lord was with him. De Heer was met hem. He was a prosperous man. Was een voorspoedig man. The master saw. De Heer kon zien. The presence of God all over this man. Dat de aanwezigheid van de Heer over deze man was. And that the Lord made all that Joseph do to prosper in his hand. En dat de Heer alles wat Jozef deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen. And the master saw the grace of God in Joseph's life in verse 4. En zijn Heer kon de genade van God over Jozefs leven zien in vers 4. He served the master. Hij diende de meester. And the master made him overseer. En de meester stelde hem aan als leider over zijn huis. Over his house. And all that Joseph put his hand on. En alles wat Jozef deed, gaf hij in zijn hand. Verse 5, it came to pass. From that time the master made him overseer over his house. And over all that he had. That the Lord blessed the Egyptian's house for whose sake? For Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. En het gebeurde vanaf het moment dat Potifar zijn heer hem over Jozef over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar zegende. Omwille van wie? Van Jozef. Ja, de zegen van de Heere rust op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Now just think about that. Denk daar eens over. I'm not a theologian. Ik ben geen theoloog. I've not been trained to preach. Ik ben niet getraind om te preken. I just love the Bible. Ik hou gewoon van de Bijbel. But do you see this? Maar zie je dit voor je? Do you see a man? Zie je hier hoe een man? That was hated. Die gehaat werd. That was, they were jealous about it. Ze waren jaloers op hem. His own brothers. Zijn eigen broers. Wanted to kill him. Wilden hem doden. They end up throwing him in a pit. Uiteindelijk gooiden ze hem in een put. And in the pit, God's presence was there. Maar in de put was die aanwezigheid van God met hem. He sold as a slave. Hij werd verkocht als slaaf. Look at the circumstances. Kijk naar zijn omstandigheden. And still, what is there? En toch, wat is daar? The manifested presence of Jehovah God. De geopenbaarde aanwezigheid van Jehovah God. And he hits the master with the presence. En die aanwezigheid he, komt ook over zijn heer. I heard that word prosperity till I got sick of it. Ik heb dat woordje voorspoed zo vaak gehoord dat ik er ziek van werd. They let you feel bad. Ze geven je een rotgevoel. If you have a little Ford. Wanneer jij in je Fordje rijdt. And they're driving in their Merci. Terwijl zij in hun Mercedes rijden. And they're shopping at Albert Heijn. En zij gaan de boodschappen doen bij Albert Heijn. And you go to Aldi. En jij gaat naar Aldi. Yeah, just like God, you know, Jesus said a man's life does not consist in the abundance of the things he possesses.
En Jezus of God zei, hè, het leven van de mens bestaat niet uit wat hij bezit. But how rich he is in God. Maar hoe rijk hij in God is. I am not against wealth. Ik ben niet tegen rijkdom. I have seen rich people. Ik heb rijke mensen gezien. Ask me to help them. Die aan mij vroegen of ik hun wilde helpen. With all the money they had. Met al hun geld. What did they see? Wat zagen ze dan? Only God knows. Dat weet alleen God. I don't want to boast. Ik wil niet roemen. But they must have seen something. Ze moeten iets gezien hebben. That they ask a servant of God who they can buy to help them. Dat zij aan de dienstkracht van God moeten vragen die zij kunnen kopen om hun te helpen. You see? I got tired of that thing prosperity. Die voorspoed, ik werd het gewoon spuugzat. Heel die prosperity leer. Men, instead of preaching God's word. Mannen die in plaats van Gods woord te prediken. They tell people, you gotta put the best shoes on your children and send them to school with the shoes. Die de mensen vertellen, je moet merkschoenen aan je kinderen geven en ze daarmee naar school sturen. God never said those things. God heeft zoiets nooit gezegd. God never told us to preach the people to get rich. God heeft nergens gezegd dat wij moeten gaan preken dat mensen rijk moeten worden. Here is Joseph. Hier hebben we Jozef. In chapter 39 of Genesis. In Genesis 39. And he's prosperous in as a slave. Hij is voorspoedig als een slaaf. The master is shocked. De meester is gewoon gechoqueerd. His entire house is blessed. Zijn hele huis wordt gezegend. By the presence of God and Joseph. Door de aanwezigheid van God over Jozef. In verse 6 it says. In vers 6 staat. And the master left all that he had in Joseph's hand. En de meester liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef. And he knew not what aught he had save the bread which he did eat. Translate that please. Zodat hij met Jozef naast zich nergens anders meer kennis van nam dan alleen het brood dat hij had. And Joseph was a goodly person. Jozef nu was mooi van gestalte. And well favored. En knap om te zien. Well favored. Hij was vol gunst. Well favored. The English well favored. Mm-hmm. You see, favor is a very serious thing. Weet je, hij was alles ging goed met hem. The Bible says in Psalm 5:12. De Bijbel zegt in Psalm 5 vers 12. Feel something trying to trigger down the message. I'm going to build it back up. It says that God will bless the righteous. Het staat dat God de rechtvaardigen zegent. And he surrounds them. He surrounds them with favor as a shield. Hij omringt hem met gunst als een schild. God is blessing Joseph. God zegent Jozef. With his presence. Met zijn aanwezigheid. As a slave. Terwijl hij slaaf is. And then, immediately verse 7 opens up with a serious thing. En dan begint 7, vers 7 met iets heel serieus. And this is where the presence of God had to help Joseph. En hier zien we hoe de tegenwoordigheid van God Jozef moest helpen. It came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph and said, lie with me. Het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. The devil comes now. Nou komt de duivel. He sees the presence of God on Joseph. Hij ziet die aanwezigheid van God op Jozef. He releases his tempting power. En komt met zijn verleidende macht. He wants to abort Joseph's destiny. Hij wil de bestemming van Jozef aborteren. And he throws the temptation to Joseph. En werpt die verleiding op Jozef af. But Joseph, verse 8, refused and said unto his master's wife, behold, my master, what not that is with me in the house. He has committed all that he has to my hand. Maar in vers 8 weigert Jozef en zei tegen de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in het huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Number 9, there is no one greater in this house than I. Nummer 9, niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. Neither has my master kept back anything from me but you, his wife. En mijn meester heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. How then can I do this great wickedness?
Hoe zou dan dit grote kwaad kunnen doen? And sin against God. En zondigen tegen God. My dearly beloved viewers and listeners. Geliefde kijkers en luisteraars. Do you realize what this means? Besef jullie wat dit betekent? Joseph knows that this woman is used by Satan. Jozef weet dat deze vrouw gebruikt wordt door Satan. By the tempter's power. Door de macht van de verleider, de verzoeker. You know when the tempter's power comes. Weet je wanneer de macht van de verzoeker komt? We know God is there. Weten wij dat God er is. When the enemies of our soul surround us. Wanneer we omringd worden door de vijanden van onze ziel. If we abide in him. Als wij in hem blijven. He always provides a way of escape. Dan zorgt hij altijd voor een uitweg. By the same presence. Door diezelfde aanwezigheid. That was with Joseph in the pit. Die ook met Jozef was in de put. That brought him to Potiphar's house. Die hem bracht in dat huis van Potifar. That prospered him. Die hem voorspoedig maakte. That blessed the entire house of Potiphar. Die het hele huis van Potifar zegende. That Potiphar saw the Lord is with this man as a slave. Waardoor Potiphar kon zien, de Heer is met deze man terwijl hij een slaaf is. And everything prospers in his hand. En alles in zijn hand wordt voorspoedig. I made him overseer over my house. Ik heb hem over mijn huis aangesteld als leider. And Joseph blessed the Egyptian's house. En Jozef zegende het hele huis van de Egyptenaar. The devil saw all that. De duivel heeft dat allemaal gezien. And he made his plan. En maakte zijn plannen. To release his temptation. Om met zijn verzoeking te komen. But Joseph was not living in the time of no law. Jozef leefde helemaal niet in de tijd waar al een wet was. He had no Ten Commandments. Hij had geen 10 geboden. There was no law. Er was nog geen wet. God never gave no law yet. God had de wet nog niet gegeven. But Joseph. Maar Jozef. By the presence of God. Door de aanwezigheid van God. The holy presence that was upon him. De heilige aanwezigheid die over hem was. Must have revealed to him. Die moet aan hem geopenbaard hebben. You cannot do this great wickedness. Dit grote kwaad kun jij niet doen. This is a sin against God. Dit is een zonde tegen God. And verse 10 says. In vers 10 staat. It came to pass as he spoke to Joseph day by day. Het gebeurde toen Jozef dag in dag uit aansprak. He still did not listen to her. Hij niet naar haar luisterde. To lie by her or to be with her, he didn't want. Met haar te slapen om en bij haar te zijn. Hij wilde het niet. Came to pass in verse 11. In vers 11 gebeurde het op zekere dag. About the same time that Joseph went into the house to do his business, and there was none of the men of the house within the house. Toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was. And now the devil opens fire. En nu vuurt de duivel zijn pijl op hem. Through this woman. Door deze vrouw. Verse 12. Vers 12. She caught him by his garment saying, lie with me. Ze greep hem bij zijn kleed en zei, slaap met me. And he left his garment in her hand. Hij liet zijn kleed in haar hand achter. And ran out. Vluchtte en ging naar buiten. Who helped him to do that? Wie hielp hem daarbij? He surrendered. Hij gaf zich over. He yielded. But the presence of the Holy Ghost. Maar de aanwezigheid van de Heilige Geest. Gave him the running anointing. Geef hem de zalving om te kunnen rennen. And he ran. Hij rende weg. I don't know where he got to know this. Ik weet niet hoe hij dit te weten kwam. But way in 1 Corinthians 6. Maar in 1 Korinthe 6. Verse 18. Vers 18. Paul tells us. Zegt Paulus tegen ons. Flee from fornication. Vlucht voor de hoererij. But Joseph didn't know this. Jozef wist dat helemaal niet. But he put up a running. Maar hij begon te rennen. I believe it's the presence of God. Geloof dat kwam door de aanwezigheid van God. If you be reproached. Als je smaad wordt aangedaan. For the name of Christ. Om de naam van Christus. Peter zei. Happy are you. Dan ben je gelukzalig. For the spirit of glory. Want de geest van heerlijkheid. And of God is resting on you. Rust er dan op je. Joseph ran away. Jozef rende weg. And that caused him to go to prison.
En daardoor kwam hij in de gevangenis terecht. Ja, verse 13. Vers 13. It came to pass when she saw that he left his garment in her hand and was fled forth. Het gebeurde toen ze zag dat hij zijn kleed in de hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was. She kept lying and lying and lying. Ze bleef liegen en liegen en liegen. And all the way from verse 15. En helemaal vanaf vers 15. She takes his garment. Neemt ze dat kleed van. Keep the garment until Potiphar arrives home. En hield ze dat kleed bij haar achter, totdat Potiphar weer thuis kwam. Verse 17, she lies to her husband. En vers 17 liegt ze tegen haar man. She said, this Hebrew servant, this Joseph. Die Hebreeuwse slaaf, die Jozef. Which you made rule over your house. Die jij in je huis hebt aangesteld. Which you brought unto us. Die jij bij ons gebracht hebt. He came to mock me, she said in verse 17. In vers 17 zegt ze, die is bij me gekomen om de spot met me te drijven. She lies again like the devil himself. Ze liegt weer als zoals de duivel zelf. To pin Joseph down. Om Jozef te beschuldigen. And it came to pass in verse 18, as I lifted up my voice, she's lying. That he left his garment with me and fled out. That was true. En het gebeurde, zegt ze, toen ik luid begon te roepen, dat is een kleed bij me achterliet en naar buiten vluchtte. Dat is gedeeltelijk waar. And now God allows another adversity. Nu staat God nog meer tegenstand toe. Another negative circumstance. Nog meer negatieve omstandigheden. More pressure. Nog meer verdrukking. Very serious, wrong circumstance, we think. Serieus, helemaal verkeerde omstandigheden, denken wij. But God allows it. God staat er toe. Verse 19. Vers 19. When his master, when Joseph, the Potiphar, who saw all the presence of Joseph already, he believed it. Mm-hmm. Verse 19. Vers 19, toen Potiphar, terwijl hij al die aanwezigheid van God over Jozef gezien heeft, maar hij gelooft dit. He got angry. En werd boos. And Joseph's master in verse 20, takes him and put him into prison. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis. A place where the king's prisoners was bound. And he was there in the prison. De plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. 13 long years. 13 jaar lang. Joseph went into all these trials. Ik kwam Jozef in al deze beproevingen terecht. And again the Spirit of God reminds me of 1 Peter 4:14. En weer doet de geest me denken aan 1 Petrus 4 vers 14. If we be reproached for the name of Christ. Als ons smaad wordt aangedaan om de naam van Christus. For the kingdom of God. Om het koninkrijk van God. For the rule of God. Voor de heerschappij van God. For the work of God. Om het werk van God. Happy are you. Dan ben je gelukzaam. For then the spirit of glory and of God is resting upon your life. Want dan rustte de geest van heerlijkheid en van God op jou. On the part of those who reproach you. Maar wat betreft degene die jou die smaad aandoen. God is blasphemed. Wordt God gelasterd. But on your part, maar wat jou betreft. God gets the glory. Krijgt God de eer. Mm-hmm. Mm-hmm. En wordt hij verheerlijk. Can you see this? Zie je dat voor je? We with all of our material things. Wij met al onze materiële dingen. We with all our comfort. Met al onze gemak en gerief. With our blessing clubs. Onze hele zegen mij clubs. Listening to all the comfortable preachers. We luisteren al die comfortpredikers. Who sends us to get go after money and success. Die ons erop aansturen dat we achter geld aan gaan en succes willen. And tells us that's the way people will recognize who the church is. En die ons vertellen dat mensen zo kunnen herkennen dat wij de gemeente van Jezus zijn. In verse 20. In vers 20. Joseph's master takes him. Grijpt de meester van Jozef hem. He believes the lie of the devil. Hij gelooft de leugen van de duivel. He put Joseph into the prison. En zet Jozef in de gevangenis. A place where the king's prisoners were bound. Ja, een plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zijn. And he was there in the prison. En daar zat hij in de gevangenis. What emotions can go through you then? Welke emoties kunnen er dan allemaal door je heen gaan? As a human being. Als mens. Joseph was human. Joseph was ook mens. He dreamed a dream. Hij had gedroomd. He knows God spoke to him.
En hij weet dat God tot hem gesproken heeft. He felt all the presence of God. Hij heeft die aanwezigheid van God gevoeld. Here in Genesis 39. Hier in Genesis 39. God prospered him in every area. Maakte God hem voorspoedig op elk gebied. As a slave. Als slaaf. And now he's in prison. En nu zit hij in de gevangenis. Please pay attention to verse 21, beloved. En kijk heel goed naar vers 21. But the Lord was with Joseph. Maar de Heere was met Jozef. Who says he is with us only when we have all our comfort? Wie zegt dat God alleen met ons is, dat dat het bewijs is als wij in al onze weelde zijn, onze luxe. People will see all that we possess. He, dat mensen kunnen zien wat wij allemaal bezitten. And see all we claim to be. En kan zien wie wij beweren dat we die we zijn. In our safety zones. In onze veiligheidszones. But the Lord came to Joseph in the prison. Maar de Heere kwam bij Jozef in de gevangenis. His manifested glory. Zijn geopenbaarde heerlijkheid. Was resting upon Joseph. Rustte op Jozef. Oh God. And showed him mercy. En toonde hem genade en barmhartigheid. Gave him favor. Gaf hem rust. In the sight of the keeper of the prison. In de ogen van de gevangenbewaarder. The keeper of the prison saw it. Het hoofd van de gevangenis kon het zien. Who is this man? Wie is deze man? How come he can behave himself like this? Hoe komt het dat hij zich zo gedraagt? What does he have? Wat heeft hij? How come he is not complaining? Hoe komt het dat hij niet klaagt? And murmuring. En op te mopperen. And blaming God. En God beschuldigt. How come? Hoe kan dat? Verse 22. Vers 22. And the keeper of the prison, watch what happened now. En kijk wat er nou gebeurt. Committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison. And whatsoever they did there, Joseph was the doer of it. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Now he's controlled. Al het werk wat men daar deed, deed hij. By the presence of God. Door de aanwezigheid van God. Joseph takes over the whole prison. Neemt Jozef de hele gevangenis over. Over every prisoner. Over alle gevangenen. I think there also they must have hated him. Ik denk dat ze daar ook gehaat moeten and hebben. And get jealous at him. En jaloers op hem. Oh, werden. I know a little bit of that. Oh, daar ken ik wel iets van. When people get jealous at you. Als mensen jaloers op je worden. Yeah, like Cain kill Abel. Zoals Kain en Abel doden. My goodness, that's why the Bible said don't love one another like Cain. Daarom zegt de Bijbel dat je elkaar niet moet liefhebben zoals Kain. Because he Cain slew Abel because his Abel's words was righteous and he was evil. Want hij sloeg Abel zijn broer dood omdat de werken van Abel rechtvaardig waren, maar die van hem waren slecht. I believe when Joseph was there in that prison. Ik geloof dat toen Jozef in de gevangenis was. And the prison keeper. En het hoofd van de gevangenis. Gave him mercy. Gave him favor. Hem gunstig gezind was. The prison keeper committed all the prisoner to Joseph's hand. Verse 22. Het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen in de gevangenis over aan Jozef. Vers 22. This is what we need. Dit hebben wij nodig. Because a lot of people. Omdat veel mensen. If God puts them in certain circumstances. Als God zorgt dat ze in bepaalde omstandigheden terechtkomen. They get depressed. Raken ze depressief. They get discouraged. Ontmoedigd. They start to lean on the arms of flesh. Beginnen ze te steunen op de arm van vlees. If you don't look out, they start to complain and blame God even. En als je niet oppast, beginnen ze te klagen en God te beschuldigen. But verse 22. Maar vers 22. The keeper of the prison. Het hoofd van de gevangenis. Committed to Joseph's hand all the prisoners that were in that prison. Gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. And whatever they did there. Al het werk wat men daar deed. Joseph was the doer of it. Deed Jozef. Ja. Yeah. Verse 23. 23. The keeper of the prison. Look not to anything that was under Joseph's hand. Why? Because the Lord was with Joseph. And that which he did,
The Lord made it to prosper. Het hoofd van de gevangenis zag nog geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was. Omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. I have a prayer. Ik heb een gebed. A serious prayer. Een serieus gebed. That no one listening to this will take this for granted. Dat niemand die naar luistert dit als vanzelfsprekend aanneemt. Because I believe circumstances will come into our lives. Want ik geloof dat er omstandigheden in ons leven komen. God will allow them. God staat ze toe. To test us. Om ons op de proef te stellen. Ja, to prove us, to see how far we want to go. Om ons te bewijzen, om te zien hoe ver wij willen gaan. Ja, Joseph is in prison now. Jozef is nu in de gevangenis. In chapter 40. In hoofdstuk 40. The butler gets a dream. Mm-hmm. The butler gets a dream. Ja. The baker gets a dream. I'm not going to read everything. Ja, de schenker en de bakker krijgen een droom. They dreamt their dreams. Ze droomden hun dromen. Joseph comes in verse 6. Joseph komt in vers 6. In the morning and looked upon them and behold they were sad. En keken aan, ze waren terneergeslagen. And he asked them what's going on. En vroeg hem, wat is er aan de hand? Why do you look so sad today, verse 7? Waarom staan jullie gezichten vandaag zo treurig? They explained to him in verse 8 about their dream. En in vers 8 leggen ze hem uit over hun droom. And they say there is no interpreter for it. En zeggen er is niemand die het aan ons kan uitleggen. Joseph answers. Joseph antwoordt. This is in verse 8. Vers 8. Do not interpretations belong to God? Tell me them, I pray you. Hij zegt, is de uitleg niet aan God? Vertel ze maar aan mij. Can you imagine? Kun je je voorstellen? In prison. In de gevangenis. The man is so full of the presence of God. De man is zo vol van de aanwezigheid van God. So full of the Holy Ghost. Zo vol van de Heilige Geest. In the prison. In de gevangenis. He's bold. Hij is vrijmoedig. Why are you so sad? Waarom zijn jullie zo treurig? Huh? When you look at people today. Als je kijkt naar mensen vandaag. My goodness, I said, where is the joy? Dan zeg ik soms, waar is de blijdschap? Where is the joy in people? Waar is de blijdschap bij mensen? But these two men got dreams in the prison. Deze twee mannen kregen dromen in de gevangenis. No one to interpret it. En wist er niemand die ze kon uitleggen. Joseph knows who he is. En Joseph weet wie hij is. And he tells them in verse 8. Hij zegt tegen hen in vers 8. Do not interpretations belong to God? Is de uitleg niet aan God? So he gives God the credit. Dus hij geeft God de eer. It's not his power. Het is niet zijn macht. It belongs to God. Maar van God. But he tells them. Maar hij zegt tegen hen. Come on. Kom op. Tell me your dream. Vertel me je droom. The King James said, I pray you. Ik vraag je of ik bid. Ik smeek je. And the butler tells his dream. En de schenker vertelt zijn droom. And the other one tells his dream. De ander vertelt zijn droom. And they both was left. One was going to get cursed. I cannot read all these things. Allemaal kwamen ze eruit. De ene werd veroordeeld. Ja, yeah, and the other one got promoted back. En de andere kreeg zijn promotie en kwam weer terug in zijn bediening. Joseph says to them, to the chief butler in verse 23. In vers 23 zegt Joseph tegen het hoofd van de bakkers. Yet. Of van de schenker. Remember Joseph. But. He forgot Joseph there. In vers 23 had gevraagd, denk aan mij als je eruit komt. Maar hey, we zien hier in vers 23 dat hij Joseph helemaal vergat. He forgot all about Joseph. Hij vergat Joseph helemaal. Because Joseph said, when you go out there. Want Joseph had gezegd, als je vrijkomt. Remember me. Denk dan aan mij. Tell Pharaoh. Vertel hem Pharaoh. What you saw here. Wat je hier gezien hebt. But the man forgot all about Joseph. Maar die man vergat Joseph helemaal. And he stayed there in prison. Hij bleef in de gevangenis. Pharaoh dreams now. En dan krijgt Farao een droom. His serious dream. Serieuze droom. We all know about that. Daar weten we allemaal van. Verse 8 says. In vers 8 staat. It came to pass in the morning that Pharaoh's spirit was so troubled. In hoofdstuk 41 vers 8 staat. Dat de geest van Farao zo verontrust was. Because he dreamt
the dream from verse 1 till 7. Vanwege die droom die we kunnen lezen in vers 1 tot 7. About the seven tin ears blasting with the east wind sprung up after them. Mm-hmm. And the seven ears were seven devoured, the seven rank and four ears, and Pharaoh woke up and behold, it was a dream. Over de zeven, eerst de zeven rijken en de zeven dunne, magere aren, hè, die fraterden dikke op. En, right. En toen werd daar Farao wakker met die droom. En toen right. Ontdekte hij dat het maar een droom was. 7 years of plenty. 7 jaren van overvloed. 7 years of scarcity. En 7 jaren van schaarste. But verse 8 I want to emphasize. Maar vers 8 wil ik benadrukken. Came to pass in the morning. Het gebeurde de volgende morgen. After the dream. Na die droom. The spirit of Pharaoh was troubled. Dat Farao's geest verontrust was. And he sent and called for all the magicians of Egypt. Hij liet al de magiërs van Egypte halen. Can you see them coming? Zie je hoe ze daar komen? And all the wise men thereof. En al zijn wijzen. And Pharaoh tells them his dream. En de Farao vertelde hun zijn droom. Not one of them could interpret them unto Pharaoh. Er was echt niemand van hen die hem aan Farao kon uitleggen. Oh God, help us. Oh God, help ons. Then spake the chief butler unto Pharaoh. En toen zei het hoofd van de schenkers tegen de Farao. I remember my fault today. Verse 9. Ik moet aan mijn fout en mijn zonde in herinnering brengen. Pharaoh was so wroth with his servants and put me in prison. In the captain of the guard's house, both me and the chief baker. Vader was in de tijd erg kwaad op zijn dienaar en liet mij in hechtenis nemen in het huis van het hoofd van de lijfwacht, mij en het hoofd van de bakker. And we both dreamt. En we hadden allebei een droom. And there was nobody to interpret. En er was niemand die hem kon uitleggen. Verse 12. Verse 12. And there was there with us a young man, an Hebrew, servant to the captain of the guard. We told him, and he interpreted to us our dreams. To each man, according to his dream, did he interpret. Vers 12, er was daar een Hebreeuwse jongen bij ons. Een slaaf van het hoofd van de lijfwacht. We vertelden onze droom aan hem en hij legde onze droom aan ons uit. Aan ieder van ons legde hij zijn eigen droom uit. And it came to pass, Pharaoh. What he told us came to pass, it happened. En zoals hij ze ons uitlegde, Farao, zo is het gebeurd. Today we will say that was a prophetic dream. Vandaag zouden ze zeggen, oeh, dat is een profetische droom. We put prophetic. Wij noemen profetisch. While Joseph was just interpreting by divine wisdom. Terwijl Jozef gewoon uitlegde volgens goddelijke wijsheid. By the presence of God. Door de aanwezigheid van God. By the holiness that was upon his life. Door de heiligheid over zijn leven. He interpreted. And they said, legde hij uit. This one was I was restored unto my office, and this other guy was hanged. Hij zegt, ik werd in mijn ambt hersteld, en hem, die andere werd opgehangen. Then Pharaoh says, toen zei Farao, in verse 14. In vers 14. I love the Bible. Ik hou van de Bijbel. It speaks so clear. Het spreekt zo duidelijk. This is where the presence of God has been operating on behalf of Joseph. Dit is waar de aanwezigheid van God in het leven van Jozef aan het werk geweest is. And now his promotion is coming. Nu komt zijn promotie. His release. Zijn vrijlating. He was faithful. Hij is trouw gebleven. Full of the Holy Ghost. Vol van de Heilige Geest. Now Pharaoh is under obligation. Nu moet Farao wel. Verse 14, he has nowhere to turn. Hij kan nergens anders heen. There is no one around. Er is niemand. No devil, no magician, no sorcerer, no horoscope. Geen duivel, geen magier, geen tovenaar. No prophet. Geen duivel, geen horoscoop, geen profeet. No one. Niemand. To turn to. Waar hij kan gaan. I have to send for Joseph. Ik moet Jozef wel laten halen. And they brought Joseph hastily out of the dungeon. En ze haalden Jozef snel uit de kerker. I want to picture it like this. Ik wil het me zo voorstellen. I think Joseph was waiting. Ik denk dat Jozef stond te wachten. Like in Dutch they say, hij stond te popelen. Mm-hmm. I think he was there waiting. Come on. Ik denk dat Jozef stond te wachten. He couldn't wait. Come on, devil.
Kom maar op, duivel. You gotta come to me. Je moet bij mij zijn. Come on, enemies of God. Kom op, vijanden van God. You gotta turn to me. Bij mij moet je zijn. God is all over me. God is over mij. If we be reproached. Als ons smaad wordt aangedaan. 1 Peter 4:14. 1 Petrus 4:14. For the name of Christ. Om de naam van Christus. Happy are we. Dan zijn we zalig. For then the spirit of glory. Want de geest van heerlijkheid. The doxa. De doxa. All that God has. Alles wat God heeft. All that God is. Alles wat God is. Is resting upon us. Rust dan op ons. And the spirit of God. En de geest van God. Is resting upon us. Rust dan op ons. That's what Joseph experienced. Dat ondervond Jozef. Locked away in a prison. Terwijl hij opgesloten was in een gevangenis. Forgotten. Helemaal vergeten. Lied about. Over hem werd gelogen. Banned to go to prison by the master who saw his God's presence on him. Verbannen naar de gevangenis. He, door een man die gezien heeft dat die aanwezigheid van God bij hem was. And the devil must have thought. De duivel moet gedacht hebben. Yes. Ja. We lick him up. He got to go to prison and die there. We maken hem af. Hij moet nu naar de gevangenis en daar komt hij om. And we have succeeded. Het is ons gelukt. To abort his destiny. Zijn bestemming te aborteren. He will never be anything anymore. Hij zal nooit meer iets betekenen. He is finished. Het is afgelopen met hem. But the spirit of glory. Maar de geest van heerlijkheid. The spirit of God. De geest van God. Come. The Bible says in verse 14. De Bijbel zegt in vers 14. Pharaoh sent and called Joseph. Pharaoh liet Jozef roepen. I think he was expecting that. Ik denk dat hij het al verwachtte. They brought him hastily, it says in King James here. Ze haalden hem snel. Out of the dungeon. Uit de kerker. He had some little time to shave himself. Een beetje tijd om zich te scheren. Change his clothes. Zijn kleren te wisselen. And run up to Pharaoh. En hij kwam bij Farao. There he is. Daar is hij. Can you see him? Zie je het voor je? Standing against a God-hater. Hoe hij daar staat tegenover een God-hater. The enemy of God. Vijand van God. And Pharaoh said. Pharaoh zei. I dreamt a dream. Ik heb een droom gehad. No one can interpret it. Er is niemand die hem kan uitleggen. I have tried everything. Ik heb alles geprobeerd. My spirit is troubled. Mijn geest is verontrust in mij. All my magicians. Al mijn magiërs. And wise men. En mijn wijzen. They cannot interpret it. Kunnen hem niet uitleggen. I have heard of you. Ik heb over jou gehoord. That you can understand a dream and interpret it. Dat jij, als je een droom hoort, hem kunt uitleggen. Look how Joseph answers again. Kijk weer hoe Jozef antwoordt. He exalts the Lord. Hij verhoogt de Heer. Power belongs to God, beloved. De kracht is van God, geliefde. We got to stay humble. We moeten nederig blijven. Peter healed a man. Petrus genas een man. In the book of Acts. In het boek Handelingen. And when the people saw him walk after 42 years. En toen de mensen hem na 42 jaar lang zagen lopen. The man was lying at the gate, at the door of the temple. De man die lag altijd bij de ingang van bij de poort van de tempel. Totally paralyzed. He, helemaal verlamd. Peter healed him. Petrus genas hem. And then they were shocked. Toen waren ze helemaal gechoqueerd. Peter said, wait a minute. Peter zei, wacht even. Why do you look at us? Waarom kijk hier naar ons? Thinking that it's because of our power and our holiness, this man stands here before you. Alsof het door onze kracht en door onze heiligheid is dat deze man hier nu voor je staat. But it is the power of the Jesus you crucified. Maar het is de kracht van dezelfde Jezus die jullie gekruisigd hebben. That made this man well. Die deze man gezond gemaakt. So Joseph answered Pharaoh in verse 16 here. En Jozef antwoordt Farao hier in vers 16. And he says, it is not in me. Dat is niet aan mij. Has nothing to do with me, Pharaoh. Heeft niks te maken met mij, Pharaoh. God shall give Pharaoh an answer of peace. Maar God zal antwoord geven, wat, hè, een antwoord van vrede aan Pharaoh. He's recognizing. Hij erkent. It is the spirit of glory. Het is de geest van heerlijkheid. And the spirit of God. En de geest van God. Upon me. Over mij. That can work this thing. Die dit kan uitwerken. Pharaoh explains the dream. Farao legt de droom uit. We all know that. Even the world knows the seven
prosperous time and the seven scarcity. Everybody knows it. Iedereen weet het. Zelfs de wereld weet het over die zeven jaren van voorspoed en de rijke jaar en de zeven jaren van schaarste. Down to verse 24 we read this. En in vers 24 lezen we het volgende. Pharaoh says, and the thin ears devoured the seven good ears. De zeven dunne aren verslonden die zeven mooie aren. And I told this unto the magicians. En hij zegt, dit heb ik ook tegen de magiërs gezegd. Oh, that's a message right there. Dat is weer een boodschap op zich. Even in church. Zelfs in de kerk. Some people lean on worldly things instead of the Bible. Steunen mensen op wereldse dingen in plaats van te steunen op de Bijbel. People who say they're Christians. Mensen die zeggen dat ze christen zijn. They leave the Bible. En laten de Bijbel liggen. And seek books. En zoeken boeken. Seek prophecies. Zoeken profetieën. From false prophets. Nog van valse profeten. From false teachers. Van valse leraren. From statements of worldly men. Van uitspraken van wereldse mensen. People who don't even are not even born again. Mensen die niet eens opnieuw geboren zijn. They post their things on Facebook. En toch posten ze van zulke mensen dingen op Facebook. And leave the word. En het woord laten ze liggen. I told these dreams. Ik heb deze dromen verteld. Unto the magicians. Aan de magiërs. But there was none that could declare it to me. Maar er was niemand die mij de betekenis kon vertellen. Joseph says to Pharaoh in verse 25. Joseph zegt tegen Farao. The dream that you dreamt is one dream. In vers 25, de dromen van de farao zijn één. God has shown you what he is about to do. God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. He interprets the dream. En hij legt die dromen uit. And you can read it all for yourself. Dat kun je allemaal zelf lezen. And then, but in verse 34. Maar in vers 34. Look what the Bible says here. Kijk wat de Bijbel hier zegt. I got to put 33 with it. Of eerst even vers 33. Oh no, 32 also. Sorry, 32. And for that dream was double unto Pharaoh twice. It is because the thing is established by God. And God will shortly bring it to pass. Dat de farao deze droom twee keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat. En God zich haast om die uit te voeren. This is what people will say today. This is prophetic. Dat is wat mensen zeggen. Kijk, dit is profetisch. Joseph. By the spirit of glory and of God that was upon him. Jozef kon door de geest van de heerlijkheid en de geest van God die op hem was. And the manifested presence that was upon his life. En de geopenbaarde aanwezigheid van God was met hem. Boldly tells Pharaoh. Zegt vrijmoedig tegen Farao. This thing happened twice. Dit is twee keer gebeurd. Because the thing is established by God. And will shortly come to pass. Omdat de zaak bij God vaststaat en omdat het heel snel zal gebeuren. And he gives Pharaoh divine instructions now. En nu geeft hij aan Farao goddelijke instructies. Actually, he's prophesying about himself now. Eigenlijk profiteert hij nu over zichzelf. Because now the presence of God is going to put Joseph where he was destined for. Want nu staat de geest van God op het punt. The presence of God. De aanwezigheid van God staat op het punt om Jozef te brengen in de bestemming die al voor hem klaar lag. The presence that was with him. Die aanwezigheid van God die met hem was. Way back in Genesis 37. Helemaal in Genesis 37. When he dreamt his dream. Toen hij ook zijn droom had. Sees the vision. En de visioen heeft. Of everybody bowing for him. Waar iedereen voor hem buigt. And he was hated for it. Hij werd erom gehaat. Jealous. They were jealous at him. Ze waren jaloers op hem. Want to kill him. Wilden hem doden. All that time. De heel die tijd. The presence was with this man. Was de aanwezigheid van God met deze man. In the pit. In de put. The presence was with the man. Was de aanwezigheid van God bij deze man. When I mentioned that, I remember Daniel now. En als ik dat noem, dan moet ik ook denken aan Daniel. When Daniel refused to worship. The other gods. Toen Daniel weigerde de andere God te aanbidden. And pray to his God. They didn't want him to pray. En ze wilden niet dat hij tot zijn God zou bidden. He went in his house. Ging naar zijn huis. Opened the window. Deed gewoon het raam open. And prayed three times. En bad drie keer per dag. If
fui be reproach. Als ons zwaard wordt aangedaan. For the name of Christ. Om de naam van Christus. Happy are you. Dan ben je gelukkig. For then the spirit of glory and of God is resting on your life. Omdat dan de geest van de heerlijkheid en van God op je rusten. Daniel prays three times. Daniel bid drie keer. The king said. En de koning zei. Daniel. Please read it in Daniel 6. I don't want to turn to those things now. Ga het zelf alsjeblieft lezen in Daniel 6. Ik wil het nu even niet opzoeken. You have homework to do. Dan heb je huiswerk. I heard the king say to Daniel. Ik hoorde de koning tegen Daniel zeggen. Daniel, what did you do? Daniel, wat heb je gedaan? You should have bowed to the gods. Je had gewoon kunnen buigen toch? But you insisted to pray to your living God. Je wilde per se bidden tot jouw levende God. And now this is a law. En nu is het een wet. I got to throw you in the lion's den. Moet ik je wel in die leeuwenkuil gooien? But then you heard the king say. Maar dan hoor je de koning ook zeggen. But your God. Maar jouw God, Daniel. Will get you out of there. Hij zal je daaruit verlossen. The presence of your God. De aanwezigheid van jouw God. Will come and deliver you. Zal jou komen verlossen. Out of that lion's den. Uit die leeuwenkuil. The king. De koning. Recognized. Erkende. That the God of Daniel. Dat de God van Daniel. Will come with his presence. Met zijn aanwezigheid zou komen. And deliver Daniel. En Daniel zou verlossen. Out of that den. Uit die kuil. And that's exactly what God did. En zo deed God het ook precies. Now here in Genesis 41. Nu hier in Genesis 41. We read. After Joseph tells Pharaoh. Lezen nadat Jozef aan Farao vertelt. What you dreamed about. Waar jij over gedroomd hebt. It happened twice. En twee keer. Because it's now established by God. Omdat dat nu bij God vaststaat. And God will shortly bring it to pass. En dat God zich haast om die uit te voeren. Vers 33. Now therefore. Nu dan. Joseph speaks. Jozef spreekt. About himself. Over zichzelf. Pharaoh didn't know this yet. Pharaoh wist het nog niet. Let Pharaoh now look out the man, discreet and wise, and set him over the land of Egypt. Laat de Pharaoh nou de verstandige en wijze man uitzien en die over het land Egypte aanstellen. Let Pharaoh do this, verse 34. Laat Pharaoh het volgende doen. Let him appoint officers over the land and take up the fifth part of the land in Egypt. 7 plenteous years. Did you translate that for me? Well, I'll read it what it really Let says. Let Pharaoh do this. Let him appoint officers over the land and take up the fifth part of the land of Egypt in the 7 plenteous years. That's what it says. Ja, dat staat er. Laat hij opzichters over het land aanstellen en tijdens de 7 jaar van overvloed het vijfde deel van de opbrengst van het land aan Egypte opeisen. See what he do now? Zie wat hij nu doet? Now he is the advisor. Nu is hij de adviseur. There is no one else like him. Er is niemand zoals hij. He's giving divine instructions. Hij geeft nu goddelijke instructies. To Pharaoh. Aan Pharaoh. Huh? All this. Dit alles. Is under the power and the guidance of that presence of God. Is onder de leiding van deze aanwezigheid en de heerlijkheid van God. He continues to give him instructions. Hij geeft hem nog meer instructies. 36 verse. Vers 36. And that food shall be for store to the land against the 7 years of famine. Which be in the land of Egypt, that the land perish not through the famine. En dan zal, hè, en laten ze alle voedsel van deze komende goede jaren bijeenbrengen op last van de farao. En alles opslaan in de steden en dat bewaren. Dan zal dat voedsel als voorraad dienen voor het land in de 7 jaren van honger die in het land Egypte zullen komen. Please, zodat het land niet van honger omkomt. Please follow me as I go into... the last part of this message to you. En volgen, blijven volgen als we gaan naar het laatste deel van de boodschap. Because now I'm going to verse 37. En kijken we in vers 37. Which is one of the most powerful verses in the entire Bible. Dit is een van de machtigste versen in de hele Bijbel. The thing was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. Deze woorden waren goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn dienaren. Every wisdom. Alle wijsheid. The spirit of wisdom. De geest van wijsheid. The fullness of the Holy Spirit. De volheid van de Heilige Geest. Upon the life of Joseph. Over het leven van Jozef. The spirit of glory. De geest van heerlijkheid. And of God.
De geest van heerlijkheid en van God. That was resting upon him. Die op hem rustte. Was being displayed. Hè, werd getoond. And Pharaoh had to respond like this in verse 38. En Pharaoh moest wel antwoorden, in, zoals hier in vers 38. He says unto his servants. Hij zei tegen zijn dienaren. Can we find such a one as this? Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? A man in whom the Spirit of God is. Een man in wie de geest van God is. That's an entire message right there. Dat is weer een boodschap op zich. What caused Pharaoh to say this? Hoe kwam het dat Pharaoh dit zei? Can we find a man like this man? Kunnen we een man vinden als deze? He has the presence of God. Hij heeft de aanwezigheid van God. He has the Spirit of God. Hij heeft de geest van God. And what did Joseph go through before he arrived there? En waar ging Jozef allemaal doorheen voordat hij op dit punt kwam? The pit. De put. Slavery. Slavernij. Prison. Gevangenschap. All kinds of ridicule. He, allerlei bespottingen. The most severe punishment. De zwaarste straf. Circumstance. Omstandigheden. Now he displays the power of God. En nu toont hij de kracht van God. He is empowered. By the presence that prospered him. Hij heeft nu de kracht ontvangen door, de, he, door degene die hem voorspoedig maakt. That's why I believe. Daarom geloof ik. We need to be a church. Dat wij een gemeente moeten that zijn. That has hunger. Die honger heeft. And thirst. En dorst. Seeking this presence. En deze aanwezigheid zoekt. I feel weak without it. Zonder dit voel ik me zwak. Pharaoh said. Pharaoh zei. Unto everybody around him. Tegen iedereen om hem heen. Can we find a man? Zouden we een man kunnen vinden? With this kind of spirit. Die zo'n geest heeft. It's the Spirit of God. Dit is de geest van God. And then Pharaoh starts to promote Joseph. En dan begint Pharaoh Jozef promotie te This geven. All is the work of the presence. Dit is allemaal het werk van die aanwezigheid van God. Verse 39, as God has shown you all this. Aangezien God u dit alles heeft laten zien. There is no one so discreet and wise as you are. Is er niemand zo verstandig en wijs als jou, Jozef? Your God. Jouw God. Is telling me. Zeg tegen mij. You got to be over my house. Dat jij over mijn huis moet aangesteld worden. Can you imagine? Kun je voorstellen? According to your word. En volgens jouw woord. Shall all my people be ruled? Zal op uw bevel zal, zal je regeren over iedereen. Only in the throne, Pharaoh. I Pharaoh will be greater than you, Joseph. Alleen wat de troon betreft, van Farao zal ik meer aanzien hebben dan jou, Jozef. The presence of God is working. De aanwezigheid van God is werkzaam. Prospering Joseph. Is werkzaam en maakt Jozef voorspoedig. Setting him apart. Zet hem apart. Promoting him. Geeft hem promotie. To leadership. Tot leiderschap. Verse 41. Vers 41. Farao said to Joseph. Farao zei tegen Jozef. I set you over all the land of Egypt. Ik stel je hierbij aan over heel het land Egypte. Pharaoh goes on. Pharaoh gaat verder. He takes off his ring from his hand. Neemt zijn ring van zijn hand. Put it on Joseph's hand. Deed hem aan Jozefs hand. Dressed him in vestures of fine linen. Liet hem kleren van fijn linnen aantrekken. Put a golden chain around his neck. En een gouden ketting om zijn nek. I tell you, this is all messages, every verse. Dit zijn allemaal boodschappen op zich, elk vers. And the highlight of it. En het hoogtepunt. Verse 43. Vers 43. Pharaoh gives him his second chariot. Pharaoh laat hem rijden op zijn tweede wagen. And Joseph had to go through the streets. En dan ging Jozef de straten door. And everybody had to cry out. En dan moest iedereen roepen. Bow the knee. Kniel. Bow down. Buig de knieën. Joseph is passing by. Jozef komt langs. And Pharaoh had to make Joseph ruler over all the land of Egypt. En Farao moest Jozef aanstellen als leider over heel het land Egypte. All this is done
by the manifested presence of God through this man. En dit alles is gedaan door de gemanifesteerde aanwezigheid van God over deze man. Verse 44, Pharaoh said to Joseph. Farao zei tegen Jozef. I am Pharaoh. Ik ben de Farao. Without you. Maar zonder jou goed vinden. Shall no man lift up his hand or his foot in all the land of Egypt. Maar zonder jou goed vinden, Jozef, zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. I interpret it so simple. Ik leg het gewoon heel eenvoudig uit. Somebody had to ask Joseph if they can lift their hand. Iemand moest Jozef vragen of hij wel zijn hand mocht optillen. All authority. Alle gezag. And power. En macht. The spirit of glory. De geest van heerlijkheid. The spirit of God. Van heerlijkheid en de geest van God. The divine presence. Die goddelijke aanwezigheid. Was so strong on Joseph. Was zo sterk op Jozef. That he was promoted. Dat hij promotie kreeg. I think he was more promoted than everybody in the Old Testament. Ik geloof dat hij meer promotie heeft gehad dan wie dan ook in het Oude Testament. Because he made the way. Omdat hij de weg bereid heeft. For Jacob to come. Waardoor Jacob kon komen. And all the others to come. En alle anderen konden komen. Pharaoh called his name. Farao gaf hem de naam Safenapaneah. Safenapaneah. That means a revealer of secrets. Dat betekent iemand die geheimenissen openbaart. Or the man to whom secrets are revealed. Of de man aan wie geheimenissen geopenbaard worden. And he gave to him his wife Asenath, the daughter of Potipherah, priest of On. En hij gaf hem Asenath, de dochter van Potipherah, een priester uit On, tot vrouw. And it says here now. En dan staat er. Joseph went out over all the land of Egypt. Joseph ging uit in het hele land Egypte. Do you know what it means? Ja. Everywhere he traveled. Hij reisde het hele land door. Respect. Respect. Authority. Autoriteit. Ruling all of Egypt. Hij heerste over heel Egypte. Everywhere he went. Overal waar hij kwam. He was 30 years old. Hij was 30 jaar oud. Verse 46, when he stood before Pharaoh, king of Egypt. Toen hij voor de koning Farao, de koning van Egypte. Joseph went out from the presence of Pharaoh. Joseph ging bij de Farao vandaan. And he went throughout all the land of Egypt. En ging heel het land Egypte door. Ja. Verse 48. Vers 48. He gathered all the food of the 7 years which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities, the food of the field which was round about every city, laid he up in the same. En hij bracht al het voedsel van de 7 jaar die in het land Egypte was, bijeen en sloeg het voedsel op in de steden. Het voedsel van de akkers van elke stad die eromheen lagen, sloeg hij binnen de stad op. Let me just drop down to verse 53. En dan even naar vers 53. The 7 years of plenty that was in the land of Egypt were ended. Toen eindigde de 7 jaar van overvloed die er in het land Egypte geweest waren. See, there's a reason why I point that out. Zie, er is een reden waarom ik dit aanwijs. The 7 years of plenty that was there in the land of Egypt were finished. De 7 jaar van overvloed die er in het land Egypte geweest waren, die eindigden. So, dirt is coming. Dus nu komt er vuil. No, dirt. Dirt is de droogte. Oké. Scarcity. Ja, schaarsheid en gebrek. Verse 54. The 7 years of dirt scarcity began to happen. Toen begonnen de 7 jaren van hongersnood en van schaarste. According as Joseph said. Zoals Jozef gezegd had. So the famine, the scarcity was in all the lands. Dus de honger en de schaarste was in alle landen. But in the land of Egypt. Maar in het land Egypte. There was bread. Was brood. Because of who? Vanwege wie? Joseph. Vanwege wie? Door Jozef. Verse 55. Vers 55. When all the land of Egypt was famished. The people cried to Pharaoh for bread. And Pharaoh, Vers 55. Toen wait. Sorry, wait. I gotta catch myself. When all the land of Egypt was famished, the people cried and went to Pharaoh to cry. Translate that for me. Vers 55. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao.
They went to Pharaoh for the bread. Ze gingen naar Farao om brood. They were crying to Pharaoh. Ze schreeuwden tegen Farao. And what does Pharaoh do? En wat doet Farao? He said unto all the Egyptians. Hij zei tegen alle Egyptenaren. Go to Joseph. Ga naar Jozef. What he says to you, do it. En doe wat hij tegen je zegt. I don't have the power. Ik heb niet de macht. I don't have that presence, Pharaoh saying. Ik heb die aanwezigheid niet, zegt Pharaoh. All of God is on Joseph. Alles van God is over Jozef. All the presence. Die aanwezigheid. Can we find a man like this? Kunnen een man vinden zoals deze man? In who the Spirit of God is. In wie de geest van God is. Joseph. Joseph. Has the answer. Hij heeft het antwoord. Pharaoh said, go to him. Pharaoh zegt, ga maar naar hem. He has the presence. Hij heeft de aanwezigheid van God. He has the authority. Hij heeft het gezag. Go do what he says. En doe wat hij zegt. The Bible says in verse 56 and 57 when I close. De Bijbel zegt in vers 56 en 57. The famine was over all the face of the earth. And Joseph opened all the storehouses. And sold them to the Egyptians. And the famine was waxed sore in the land of Egypt. Toen er honger in heel de aarde was, opende Jozef alle korenschuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in het land Egypte. And watch verse 57 and I close. En kijk goed naar vers 57 en dan ga ik afsluiten. It's not because the message is finished. Niet omdat de boodschap al afgelopen is. It's because of time. Maar vanwege de tijd. Look at what the chapter ends with here. Kijk hoe dit hoofdstuk eindigt. And all the countries came to Egypt. Uit alle landen kwamen ze in Egypte. Not to Pharaoh. Niet bij Farao. Not to magicians. Niet bij de magiërs. Not to sorcerers. Niet de tovenaars. Not to any man. Naar geen mens. They came to Joseph. Maar ze kwamen bij Jozef. To buy corn. Om koren te kopen. Because the famine was sore in all the land. Want de honger was in alle landen sterk. Everybody had to come to Joseph. Iedereen moest bij Jozef komen. Because Joseph now is governor over the land. Jozef regeert nu over het land. And he was selling to the people. Hij verkocht aan de mensen. And everybody was coming to him. En iedereen kwam bij hem. And later his brothers was coming to him. Later kwamen ook zijn broers bij hem. And they were going to get the revelation of their life. En ze zouden de openbaring van hun leven krijgen. That it was Joseph their brother. Dat het Jozef hun broer was. That was in command. Die in bevel was. Of everything over the lands. Over alle landen. We see here Joseph's life. We zien hier het leven van Jozef. I did my best. Ik heb mijn best gedaan. To emphasize the presence of God upon this man's life. Om de nadruk te leggen over hoe de aanwezigheid van God over het leven van deze man is. We believe that Joseph is a type of Christ. Wij geloven dat Jozef een type van Christus is. In the areas of how he was hated. Op het gebied van hoe hij gehaat werd. How he was sold. Hoe hij ook verkocht werd. Etc. Enzovoort. But most important of all. Maar belangrijkste van alles. I believe tonight. Ik geloof vanavond. The emphasis is. Dat de nadruk is. Are we going to be a church? Zullen wij een gemeente zijn? That will experience a presence like this. Die zo'n aanwezigheid van God zullen ondervinden. So that God will manifest himself in everything that we do. Zodat God zich openbaart in alles wat wij doen. So that God will be with us in everything that we do. Zodat God met ons is bij alles wat we doen. I pray tonight. Ik bid vanavond. That you will make your altars ready. Dat jij je altaren klaarmaakt. I pray tonight that you will bow before God. En ik bid vanavond dat jij buigt voor God. And be dependent on him. En afhankelijk bent van hem. Pour out your soul to him. Stort je ziel uit voor pour hem. Pour out your heart to stort him. Stort je hart voor hem uit. Express total dependency on the presence of God. Laat zien hoe afhankelijk je bent. Dat je volkomen afhankelijk bent van de aanwezigheid van God. And we will see him come. En dan zullen we hem zien komen. Because he is not a liar. Want hij is geen leugenaar. He will do what he says. Hij doet wat hij zegt. He has to come with his presence. Dan moet hij wel met zijn aanwezigheid komen. Because it is written. Want er staat geschreven. Let me read this in closing.
Laat me dit lezen ter afsluiting. Let me read this. Romans 9. In Romeinen 9. Oh my goodness, what a verse. Wat een vers. Romans 9, 17. In Romeinen 9, vers 17. I got to read this before I go home, before I get out of here. Voordat ik weg ben, wil ik het nog even lezen. The Lord just put this in my mind. De Heer heeft het, ik gaf het me net in. Romans 9, 17. Romeinen 9, vers 17. For the scripture, I'm going to read only 17, no other verse. For the scripture says unto Pharaoh. Want de schrift zegt tegen de Farao. Even for this same purpose, have I, God, raised you up. Want hiertoe, tot dit doel, heb ik je verwekt, zegt that, God. That I might show my power in you. Dat ik in u mijn kracht zal bewijzen. And that my name might be declared throughout all the earth. En dat mijn naam verkondigd zal worden op de hele aarde. That scripture shows me very clear. Dit schriftgedeelte laat me duidelijk zien. That God used even Pharaoh. Dat God zelfs Farao gebruikt. Way in Exodus. Helemaal in Exodus. And used Pharaoh in the days of Joseph. En gebruikte Farao in de dagen van Jozef. To bring glory to his name. Om zijn naam te verheerlijken. And God will use even the devil. En God zal zelfs de duivel gebruiken. To show more of his presence. Om nog meer van zijn aanwezigheid te more laten. Of his miracles. Te laten zien en nog meer van zijn wonderen. Are we ready for it? Zijn wij er klaar voor? The Spirit of God just told me again. De Geest van God zei net weer tegen mij. Remind us. Om ons eraan te herinneren. Of 1 Peter 4, 14. 1 Petrus 4, vers 14. We will be reproached for the name of Christ. Er zal ons smaad worden aangedaan om de naam van Christus. It will happen. Dat gebeurt. But. Maar. It says. Happy are you. Er staat dat je daarom gelukkig bent. For then the Spirit of glory. Want dan rust de geest van de heerlijkheid. And of God. En van God. Will be resting upon us. Op ons. Will be resting upon the church. Die rust dan op de gemeente. And those who reproach us. En degene die ons smaad aandoen. Because we love Jesus. Omdat wij Jezus lief hebben. They will blaspheme God. Zij lasteren God. And the Spirit of God. En de geest van God. But we. Maar wij. On our part. Wat ons betreft. God will be glorified. Wordt God verheerlijkt. The Lord bless you. De Heer zegen je. This is the message. Dit is de boodschap. God willing, see you Sunday. En zo de Heer wil, zien we jullie zondag weer. Amen en amen. 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 Amen.